Als u naar ons programma kijkt, dan denkt u misschien dat we 7 dagen in de week met witte knokkels achter het stuur zitten en dat het om ons heen een permanente chaos is. Uiteraard is dat niet zo. Er zijn ook dagen dat er helemaal niets te filmen valt. Wat dagen? Soms wel weken. Is alles of niks? Ja, ja, je hebt dagen, wat weken, dat je bij spreken. Oh. Ja, dat komt mooi Duits. Goed, tot zover, want er komt iemand voorbij die graag wat aandacht wil. Als de weg vrij is, mag de bestuurder laten zien wat hij nou echt van plan is, want soms valt dat erg mee. Stevige. Maar in dit geval was er alle reden om even te volgen. 88, 190, 94, 98, gemiddeld 172. Maar voor stop zit dus. Ja. Het stopbord aan de voorkant gaat aan. 185. Onze motorrijder rijdt een stukje achter ons en ziet alles gebeuren. Wacht er wel even voor. Omdat de bestuurder niet reageert op het stopteken en ook links blijft rijden, krijgt ook hij een stopteken via de rechterkant. En daar lijkt hij nu wel op te reageren. Ja, hij heeft het gezien en hij komt mee. Ja, oké. Kijk wat hij doet. Ja, precies. Maar om de een of andere reden vertrouwt onze politieman het niet helemaal. Hij gaat eraf. Chris, hij gaat er vandoor. Richting Duitsland. Waar gaat hij naartoe? Richting Duitsland. Ja, ik ben op het station. Twente 67-31 is een achtervolging achter een BMW richting Duitsland over. En terwijl wij keren, mag onze motorrijder het even overnemen. Kitje, ik weet je het nog? Ja. Is daar nog een motorrijder in de buurt van Amsterdam? We hebben een eigen motorrijder bij ons. Er zit druk achteraan over. Hij rijdt daar voor die witte auto zit hij. Inmiddels heeft onze motorrijder de auto in het vizier. Blijft hij staan, Chris, of niet? En dat is dan weer het handige van zo'n motor. Die kan op een drukke provinciale weg wel inhalen waar onze auto dat niet kan. En de auto van de betrokkenen ook niet. We hebben hem aan de kant bij 74,4 over. En de bestuurder weet van niks. Ja. Echt niet. Ja. Rijbewijs bij je? Nee, ik heb niet. Papieren, legitimatiebewijs. Nee. Ja, dan bent u aangehouden. Ja? Ja. U gaat met ons meer het politiebureau. Om de zaak uit te zoeken. U hebt veel te hard gereden. Ja. U heeft geen rijbewijs bij u, heeft geen legitimatiebewijs bij ik u. Ik heb twee, ik kom net van werk daarom. Ja, oké. En u voldoet niet aan een stopteken, wat hij volgens mij best duidelijk was. Oké. Ik heb hier het zwarte ding. Oké. Maar u bent nu aangehouden, dus u gaat met ons meer het politiebureau. Ja. We willen graag een BBZ-auto te plaatsen voor het overbrengen van de persoon over. Maar zijn broer komt nou, hè? Jawel, maar u gaat met ons mee. Ja, is goed, u komt toch mee? Ja, dat is goed. Maar verder wordt er rest wel geregeld. Wacht even. Komt de politieauto, haalt u even op. Nee? Ja. Dat is goed. Ja? Ik gaf u een stopteken. Volgen. U gaat de hele tijd met mij mee. En heel toevallig gaat u met de afrit mee en dan gaat u door. Niet. Echt waar niet. Mijn vriendin zegt dat ook niet. Oké. Okay. Anders zou ik echt meekomen, hoor. Oké, okay. Nou, dat is uw verhaal. Dat mag u straks aan ons vertellen. Waar. Maar ik denk er anders over. Ja, oké, dat is wat anders. Ja, iedereen denkt anders. Op het bureau wordt de bestuurder voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Ik wou toch aan de bestuurder geacht om een beetje om in te kijken. Nee, maar ik zeg alleen voor. Ik zeg niet dat ik ben op de auto. Oké, okay, ja, goed. Toch wordt u daarvan verdacht. Ja. En daar wordt u een boete voor gelegd, die boete is 180 euro, die moet u gelijk betalen. U krijgt een goedkeuring voor de wet ID, omdat u geen identiteitsbewijs bij u had. En de snelheid, dat zijn boetes die bepaald worden door de officier van justitie. Hij moet gepast betalen. Hoe was dat nou? Hij heeft nou 170. De al bekende boetes worden betaald en de beelden worden nog even teruggekeken. Je hebt mij gezien. Oh. En dan gaat u ook netjes met mij mee. U geeft ook netjes richting aan. Keurig. Nou, het gaat prima, het gaat goed. Puntstuk. Oh, toch maar niet. Hopla. Nou, en toen dachten we even aan.
Duidelijk, hè? Verder.